You have reached your destination on your right. Wat? Is hier. Sorry. Kijk, het doet niks hé. Ja, dat is een achtertrekker hé. Ja. Maar ik kan wel sturen in de sneeuw hé. Ja. Maar dan hoe not als die hoor aan de deur hé. Dus, voordat je weer helemaal... You have reached your destination. Domsa Wiggle 10. It is on your right. Overtreding gaat er weer op. Nummer 5. De huis van Wesley de Kramer dus. Er zit toch al 10 voor, zo te waardigen. Staat er hier wat op? 9. Dus dat dat hier 10 is, zeker aan de overkant, want dat is 11. Dus dat zal. Of 12 kan hier aan de deur zijn. Is dat hier. 10. Is dat 10? Ja. Hoe is hier? Ah, hier ja, inderdaad. Dus je kunt dat zo ophalen. Dat we dat van links. Hm? Wat? En wat ga je nu doen? Kom ze naar de hand van de conveyor. Oh nee, wat doe je met je knop? Alles moet kapot hier. Alles. Ik denk nog geen lege binnenkant voet van Bruno geraakt op Ben Shaib. Had die bal nog geraakt, maar ik denk dat de arbitrage het juist had gezien. Sorry dat ik vrouw niet. Bal zit bijna gelijk verdeeld, iets meer voor zo te zijn. 51-49. Nee, dat zat er zo niet. Dat zat er mooi, dat is een knopje. Zoals gezegd, vrij gelijk op aan de match. Wat is dat hier? Afgezien van het openingsdoelpunt. Weidestraat. Kan ik dat voor u dan geraakt? Kan ik de 16 jaar geknopt? Kan u wel met Egonizade? Denk ik. Even de pijnen verbijten. Colin Sadé. Een van de sterkhouders dit seizoen bij Charleroi. Mooie controle van Rezaï. Geweldig gedaan. Sek. Komt hier door. Goed gedaan van Sek. Maar Vossen lanceren lukt hem niet. Morioka vindt de ruimte op de linker. Dan nog blijven leren. You will arrive at your destination at 16:41. En de schacht zit ernaast. Gillet. Tot bij val de voorzet. Rezaï. Van Rezaï, jawel. Geen onaardige aanval van Charleroi. Zeg, we stonden niet aan mensen in de buurt. Moet je deur eens niet toe, schat. Hoe moet je optrekken voor hoe die je mee doet? Het is niet als we ze gezond. Wat moet je doen? Ik heb gewoon niet agressief. Ja, maar dat is niet eens lang dat ik het nog kreeg. Agressieve zin. Hoe is het voor de week? We stonden de mensen in de buurt.